ja, ik ben begonnen om zo'n lezing te maken. En toen dacht ik van, nou, dan laat ik als eerste mijn allereerste industrieel ontwerpopdracht zien. En dat is namelijk een schaakspel. Ik moet de allereerste jaar op de TU Delft moet een schaakspel maken. En dit was mijn schaakspel. En dit heb ik volgens mij gefotografeerd in 1990. Vandaar hout was toen helemaal in. En nou, dat was toen helemaal, ik tinderde over mijn portfolio's. Dat was toen in die periode helemaal geweldig. Dit was een wijndrager die we moesten ontwerpen. Ah, ik zie ze in de zaal zitten, maar ik dacht van, ik kan het hier wel laten zien. Krijg je ook. Maar in ieder geval, we hebben echt de mensen op hun hart. Dan wordt het een slinger. Ik zal misschien even op de grond, want het is heel raar. Een zwarte. Kijk. Het wordt eigenlijk een soort van, het wordt heel erg 3D ineens. Van plan naar 3D. Nou, dat was ook, deze worden er ook bij. Zelf iets minder, gewoon leren vlaggetjes. Ik heb het ooit willen vercommercialiseren natuurlijk. Dat je denkt, nou, misschien kan het goed verkopen. Dus ik ben naar de Rob gegaan, zo'n leerwinkel in Amsterdam. En ik liet het zo zien en ze begrepen het niet. Ze vonden het heel erg soort van voorbij een begrafenis. Voor een begrafenis van een homo. Ik zei, ja, maar het is toch leuk voor een verjaardag? Dat vonden ze niet. Okay. En dit is eigenlijk, ja, dat is toch weer raar, maar dat ga ik het toch zo aan jullie laten zien. Terwijl je eigenlijk, het was bedoeld dat ik het zo dus zag, dus het werkt op. En dit is een soort tasje, een tasje dat ik net zag. En dat doe je dan open. En dan kan je een soort van, in de trein kan je dus een soort van, dan ziet niemand dat je de beurt leest. Sommige mannen vinden dat gewoon niet fijn. Dus dan kan je gewoon een soort van, ja, er zijn altijd heel veel blote piemels in de hut. Dus vandaar. Even kijken. Even eentje kan ze voelen. Een heel leuk blad hoor. Kijk. Dus dat is een tasje. Even kijken. Ik heb ook bijvoorbeeld een, het is echt zo'n ontwerp wat je niet kan laten zien als je... Op mijn website is dit project ook valt helemaal niet, omdat het een soort van heel lastig te laten zien is. En dit is ook weer een seizoensbestuur voor het bos. Ja, dus je ziet nu heel mooi de pre, zie je? Dat kan, anders zie je het niet, als je het graaf is. Ik kwam op Lowlands en er wilden ze een plas uit. Dus dit is, nou, dat is natuurlijk heel toepasselijk voor de vagina omhoog. Dus er werd een plas uit. Die kon je dan zo openvouwen. Maar dan moesten er nog alle actrices op en die staan dus midden op de plasgoot. Ja, dit kan je ook niet echt goed op de website laten zien. Allemaal foto's en quotes van Henk. Ja, ik was gewoon aan het zoeken in mijn computer en daar stond op een gegeven moment een mapje, kwam ik abstract mapje kwam ik tegen. Ja. Dit is abstract JPEG. Nee, abstract 2.jpg. Ik dacht, nou, dit is de uitnodiging. Dus het was een abstracte avond met deze avond. Ik kan eerst de akkoorden aanslaan. Het rare is, dat wilde ik namelijk. Ik dacht van ik ga dat nummer doen. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo. Ah, daar staat daar. Ik merkte namelijk, ik ga dat nummer doen, maar ik vind het helemaal niet mijn favoriete nummer. Ik dacht van ja, ik kan ook best goed een ander nummer doen. Ik kan ook een ander. Ah, staat die aan? Ik denk ik kan ook een ander nummer doen. Maar dat is dan weer heel erg melancholisch nummers. Ik dacht van, dat gaat zo. Ik begin gewoon met de eerste akkoorden. Ja. Oude lezing doen. Ik had gewoon nog namelijk één lezing liggen die ik voor de HKU vorig jaar heb gedaan. Voor studenten. Ik dacht van het eigenlijk, en dat is eigenlijk zo'n lezing die iets zegt over hoe ik werk. Bye.
Dit was eerst eigenlijk een heel ander nummer, maar ik ga toch weer wat zeggen over dit. Ik ben vorig jaar gevraagd door Odilo van Koper en Sonja van Power. Het zijn allebei grafisch ontwerpers en vrienden van mij. Van, zullen we niet een keer een grafisch ontwerpavondje doen? Met alleen maar grafische muzikanten. En ze wisten dat ik gitaar speelde, maar ik heb toen ik studeerde, dat is 18 jaar geleden, speelde ik in een band, maar zong ik alleen maar. En ik speelde hier volgens mij al 12 jaar op een kamertje gewoon mijn eigen nummertjes. En die had ik nog nooit aan een groot publiek laten horen. En ik heb met hun gespeeld, voor het allereerst. En dat vond ik helemaal te gek. En toen heb ik dit nummer, omdat ik wilde ook graag, omdat we hadden alle drie een grafisch ontwerpnummer geschreven. En dit was mijn grafisch ontwerpnummer. Five or six big jet planes flew quickly by the tower. Wat zachter hoor, denk ik. My grandfather picks up quartz and valuable onyx jewels. Six big devils from Japan simply forgot how to waltz. Pack my box with 5 dozen liquor jugs. Now is the time for all the big brown dogs to jump over the lazy lakes in Japan. Cause the 5 workmen left to quarry. Quit Jinx Boulevard, Cozy Lummox, give smart squid who asks. Now is the time for all the big brown dogs to jump over the lazy links. 6 big juicy sticks is all in a pan. 5 workmen left to query. Max Schwarzkopf, quit Jinx Boulevard.